De aanplant van het Park of Dutch Dreams, een kleurrijk park langs de Oude IJssel in Doetinchem, is gestart. De Achterhoekse landschap- en tuinontwerper Nico Wissing stond aan de basis van het park. Mijn idee was eigenlijk om een heel mooi bloemenpark, een park met heel veel verscheidenheid aan planten, om die naar de stad Doetinchem te brengen. Na 4 jaar voorbereiding is het wel heel fijn dat nu de schop in de grond gaat om het park tot leven te laten komen. Wissing vroeg de bekende tuinontwerper Piet Oudolf om invulling te geven aan het park. Maar Oudolf stelde als voorwaarde dat ook andere bloemen- en plantenexperts bij het project betrokken zouden worden. Het is een gezamenlijk project waar iedereen met zijn eigen kennis en ervaring iets neer kan zetten wat belangrijk is. Zeker in de tuinwereld in Nederland. Naast het kleurrijke park wordt er ook een horecapaviljoen met expositieruimte gerealiseerd. Waarmee Doetinchem nog meer toeristen en dagjesmensen hoopt aan te trekken. Ik weet zeker dat het voor inwoners en bezoekers van toegevoegde waarde is. En laten we niet vergeten, Doetinchem is natuurlijk toch ook de poort naar de Achterhoek. Die staat bekend om haar groen. Nou, dat ontmoet je dan nu weer in Doetinchem. En wat de cirkel eigenlijk rondmaakt, is dat we recent de award hebben gewonnen voor het meeste groen per inwoner. Dan hebben we het over particulier groen en openbaar groen. Ja, met dit bijzondere park voegen we weer wat mooie openbaar groen toe aan Doetinchem. Nee, ik denk dat ik zelf wel zo niet alleen geïnteresseerd ben, maar ook zeer benieuwd ben natuurlijk wel, zeg maar, hoe snel het wel tot vorm komt. Maar ik verwacht wel dat zo rond eind juni, begin juli, er al een behoorlijke bloemzee te ervaren is hier.